Wat hebben tijdschriften en literatuur met elkaar te maken? De nieuwste roddels over een BN'er die vreemd gaat of een foto van het pasgeboren kindje van een willekeurige celebrity kunnen we toch moeilijk literatuur noemen. Roddelbladen, modebladen, voetbalbladen, meidenbladen, games magazine, het hele spectrum van tijdschriften in het rek bij de supermarkt is natuurlijk vooral een hoge mate van amusement met ook een beetje informatie. En je hebt natuurlijk ook week- en maandbladen die veel meer beschouwende stukken bevatten over nieuws, politiek en literatuur. In deze video bespreek ik de opkomst van de tijdschrift in Nederland in de 18e eeuw, nog ver weg van de fashionista's, horoscopen en de overdaad aan roddels. Want in de 18e eeuw wilde men vooral opvoeden. Er was een tijd dat er nog geen tijdschriften bestonden. Het is een medium dat ergens in de 17e eeuw in Europa ontstaat en dan nog lang niet in de vorm zoals we dat nu kennen. Het onderscheid tussen tijdschriften en boeken was ook nog niet zo groot. Qua uiterlijk leken ze op elkaar en sommige tijdschriften werden jaren later nog een keertje opnieuw uitgegeven, alsof het een boek in herdruk was. Al in de 17e eeuw waren er periodieke geschriften, zoals almanakken, een soort jaaroverzichten met bijvoorbeeld belangrijke dagen in het jaar. Bijvoorbeeld wanneer de kermis zou komen. Of met de tijden wanneer de postkoets of de trekschuit zou vertrekken. Ook waren er kranten die niet dagelijks, maar een aantal keer per week verschenen. Maar het begrip tijdschrift, dus periodieke geschriften waarin het heden werd besproken en er commentaar werd gegeven, werd pas in de 18e eeuw een apart genre. De 18e eeuw is de eeuw van de verlichting, een filosofische stroming waarin de gedachte centraal staat dat de mens voor zijn eigen geluk kon zorgen. En dat kon door middel van de ratio, de reden, oftewel het gezond verstand. En via die weg was er geluk mogelijk voor iedereen. En daar richtten de schrijvers van de tijdschriften zich dan ook op door adviezen te geven. In de 18e eeuw verschijnen er tientallen tijdschriften waarvan sommige niet eens één jaargang meegaan. Misschien was er te weinig animo of de schrijver in kwestie die het tijdschrift vulde had het te druk of kreeg een andere baan. Want het waren regelmatig eenmansredacties. Grote redacties zoals die van nu, die waren er nog niet. Poep. Ik raak poep. Die tijdschriften kon men kopen in de boekhandel, maar vaak werden ze gelezen aan de leestafel in de destijds populaire koffiehuizen. Een ontmoetingsplaats waar men kon koffie drinken, een bordspel kon doen, een pijp kon roken, een tijdschrift kon lezen, een beetje handel kon doen in aandelen en kon discussiëren met de andere bezoekers. Overigens was het publiek gemêleerd. Jong, oud, rijk, arm, de adel, burgers, boeren, mannen en een enkele vrouw. Op zo'n leestafel in een koffiehuis lagen dan die verschillende tijdschriften beschikbaar voor iedereen die kon lezen om zich eens te laten informeren, amuseren en om eens na te denken over belangrijke kwesties. Wat een onwaardeerbaar geluk is het daarentegen voor ons in een land geboren te zijn, het welk de vrijheid van het geweten tot een onwrikbare grondslag gelegd heeft. Grof gezegd kunnen we drie soorten tijdschriften onderscheiden in de eerste helft van de 18e eeuw. Ten eerste zijn er de geleerden tijdschriften. Deze bestonden voornamelijk uit samenvattingen van wetenschappelijke boeken. Zo konden ook niet-wetenschappers op de hoogte blijven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Verlichting. De Nederlandse literatuur zat in deze periode behoorlijk onder invloed van de Franse literatuur. En zo verschijnen er aan het eind van de 17e eeuw voornamelijk Franstalige geleerden tijdschriften. Totdat Pieter Rabus op de proppen komt met Boekzaal van Europa, dat van 1692 tot 1702 zou verschijnen. Dit tijdschrift verscheen eens in de twee maanden en was soms wel 200 pagina's dik met allerlei samenvattingen. Soms wel 60 pagina's over één wetenschappelijk werk. Dat is pas een uitreksel. In deze geleerden tijdschriften verschenen nog niet heel veel literaire teksten, maar Rabus schreef af en toe wel een versje en hij maakte ook samenvattingen van literaire werken. Boekbesprekingen dus. Hoewel het de insteek was om deze besprekingen zo neutraal mogelijk te houden, is er wel een subjectieve lading te ontdekken. En zo kunnen we dus stellen dat we hier met de voorloper van de boekrecensie te maken hebben. Een heel ander genre van tijdschriften zijn de satirische bladen, waarin auteurs vooral ironisch schreven en de spot dreven met Jan en alle man. Vaak werd het nieuws of verzonnen nieuws besproken om er vervolgens uit naam van een goddelijk of mythisch wezen, zoals Argus, Hermes of Mercurius, met een satirische blik naar te kijken. Om de wastalligheden der menselijke bedrijven aan te wijzen en hun gebreken op een vermakelijke en luchtige trant te hekelen. Zo introduceerde auteur Hermanus van der Burg zijn Amsterdamse Argus, dat van 1718 tot 1722 zou verschijnen. En hierin kun je ook een voorloper van de roddeljournalistiek herkennen. Het gerucht wil dat keizer Peter den prins Nariskin zijn successeur zal verklaren en hem zijn oudste dochter eerstgeschikt voor den hartog van Holstein, die de tweede zal hebben, ten huwelijk geven.
Kijk, dat is gewoon roddelsjournalistiek. En blijkbaar smulden de lezers in de 18e eeuw van deze roddels over de elite van Europa. De bekendste Nederlandse auteur van deze satirische bladen is Jacob Kamper-Weijerman, die in zijn teksten regelmatig uithaalde naar auteurs van de andere bladen. Blijkbaar was er nogal wat jaloezie en concurrentie binnen dit wereldje, althans als we de teksten van deze auteurs mogen geloven. Zo vond hij Argus, het tijdschrift van Hermanus van den Burg, maar saai. Nee, in Argus, het post altoos niet, een vrolijke lees in slaap te sussen door opiaten of verkoelende gewassen van een waterzuchtige veder. Bijna 20 jaar lang pende Weijerman veel verschillende tijdschriften vol, waarvan sommige niet langer dan een jaar bestonden. Hij stond ook bekend als oplichter en onruststoker en hij werd zelfs tot levenslang veroordeeld omdat hij zich lastelijk had uitgelaten over VOC-bestuurders in een gedicht, waarvan we alleen nog de eerste 12 regels hebben. Weijerman stierf uiteindelijk in de gevangenis. Het laatste type tijdschrift dat we kunnen onderscheiden, en wat echt nieuw is in de 18e eeuw, zijn de spectatoriale tijdschriften, een uit Engeland overgewaaide vorm. De grote voorbeelden hierbij zijn de Tatler en de Spectator van Richard Steele en Joseph Addison. In Nederland is het met name Justus van Effen die hier naam mee maakt. Eerst met Franstalige versies, zoals Le Misanthrope, want ja, het Frans was een belangrijke taal binnen onze literatuur en voor de lezers. En pas in 1731, wanneer de lezers al lang gewend zijn aan deze nieuwe vorm, durft hij het aan om een Nederlandstalige versie op de markt te brengen. De Hollandse Spectator. De opzet van zo'n spectatoriaal tijdschrift is enigszins vergelijkbaar met zijn satirische variant. De schrijver is echter een anonieme spectator, dus geen mythisch wezen, maar een mens, een fictief persoon die de wereld om zich heen bekijkt en commentaar geeft. En dit gebeurde niet zozeer op een satirische of ironische wijze, maar veel zakelijker, didactisch en gericht op de ratio. De spectator propageerde tolerantie, redelijkheid en hij veroordeelde ondeugdelijk gedrag, bijvoorbeeld verbaandheid. De ware nederigheid, integendeel rustende op de weloverwogen kennis die iemand van zichzelf heeft, is het zekerste steunsel van ene met recht behaalde hoogachting. De gelukkige en achtbare bezitter van die hoofddeugd zal zich wel wachten met de minste meesterachtigheid te spreken van zaken die de palen van zijn verstand te buiten gaan. De 18e eeuw is ook een eeuw waarin er veel geklaagd werd over de toestand van onze cultuur. We hadden volgens de literatoren uit die tijd maar weinig om trots op te zijn. Dus was men bezig om na te denken hoe er meer waardering voor onze literatuur kon komen. Dit opkomend nationalisme vroeg om Nederlandstalige bladen waarin men zich richtte op de normen en waarden van de Nederlander. Eerlijk, godsdienstig, bescheiden, hardwerkend en zuinig op de centen. En zo wilde dat Justus van Effen, die zelf veelvuldig in het Frans had geschreven en notabene Engels werk had vertaald in het Frans, zich als paradoxaal ging afzetten tegen al die Franse invloed en woorden. Maar uitbannen, dat hoefde nou ook weer niet. Doch ik kan niet zien waarom beide de talen niet elk op zichzelf zouden kunnen gebruikt worden volgens de verscheidenheid der gelegenheden. Van Effen koos vaak de tactiek van de gulden middenweg. Hij liet de nadelen van de uiterste zien en adviseerde zijn publiek een afweging ergens in het midden. Van Effen, maar ook Weijerman, kun je zien als een soort voorloper van de hedendaagse columnist. Met als groot verschil dat columnisten tegenwoordig vaak een extreem standpunt innemen voor veel clickbait en reacties op Twitter. Het is natuurlijk een schande voor de democratie. Nog erger is dat hij alle Limburgers een slechte naam geeft. De spectatoriale tijdschriften fungeerden als vertegenwoordigers van het verlichtingsdenken in de 18e eeuw. De schrijver liet verschillende invalshoeken zien, gaf advies, maar je moest toch ook zelf met je eigen verstand bedenken hoe je daar in je eigen leven mee om zou gaan. Tegelijkertijd fungeerden de tijdschriften als een plek waar nieuwe vormen van literatuur ontstonden. Droomverhalen, imaginaire reisverhalen, aforismen, persiflages en karakterschetsen waarin de lezer misschien wel mensen uit zijn omgeving kon herkennen. Men is somtijds verwonderd en niet zonder schijn van reden dat sommige vrouwen van aanzien dagelijks op haar vloer dulden het een of ander kanaleus wijf, zonder de geringste verdiensten, dat met haar in de uiterste gemeenzaamheid leeft, allerlei weldaden van haar ontvangt, met haar op het laatst als een boezemvriendin omgaat en het geheel huisgezin naar haar pijpen doet dansen. Dat soort van gevaarlijke vrouwluiden die al werken ze niet, wel aan de kost weten te komen en somtijds nog wel een fortuintje maken, is bekend onder de naam van labijen. Een labij is overigens een kwaadspreekster, een gemene roddelaarster. Je kent ze wel. Hoor ik daar een nijlpaard schijten? Via de tijdschriften maakte de lezer ook kennis met de feuilleton, oftewel een verhaal in stukken gedeeld, waarvan dan steeds een stukje in het tijdschrift werd geplaatst als een soort soapserie die je dan de week erop verder zou kunnen lezen. En er komen ingezonden brieven, wel vaak fictief door de maker van het tijdschrift zelf geschreven, maar dat gaf de auteur de kans om erop te reageren en zo een interactie met zijn publiek te laten zien. En diezelfde interactie gaat een rol spelen bij een ander nieuw genre in de 18e eeuw, de briefroman. Een verhaal verteld door brieven. Maar dat is iets voor een volgende video.